Yes, in your face. Van al die mensen die dan zien ze van, nou ja, hey, had het maar anders gedaan. Nee, ik geloofde in mijn cause. Ik geloofde in mijn recht. En daar heb ik voor gestaan. En de rechter heeft dat bevestigd. Giovanni werd vorig jaar door de politie staande gehouden en om zijn ID gevraagd. Maar in plaats van zijn ID af te geven, wilde Giovanni eerst weten waarom. Een antwoord kreeg hij niet. Wel een nekklem en een boete van €500. Je doet me pijn. Je doet me pijn. Je doet me pijn. Je hebt geen reden om mijn hoofd op de grond te drukken. Nu een jaar later heeft de rechter Giovanni gelijk gegeven. De politieagenten zaten fout en Giovanni hoeft de boete niet te betalen. Maar de schade is volgens Giovanni veel groter. Naast dat ik last heb nog steeds van mijn pols, mijn telefoon kapot was, emotionele schade, vind ik een van de belangrijke schades mijn geloofwaardigheid. Daar heb ik heel veel schade aan ondervonden. Dat mensen dan toch nog een beetje huiverend naar je kijken. En ja, de kritiek die ik kreeg, ja, dat je als zwarte man het durft jouw mond open te trekken. Wie denk je wel dat je bent? Ik ben mens. En wie je ook bent, of je nou vrouw bent, zwart bent, wit bent, maakt niet uit. We hebben allemaal dezelfde recht. En dezelfde recht mag toegepast worden op iedereen. Is dat te veel gevraagd?